Hey, nee, pas op, joh. Hey. Ik hoor je denken, wie is dit kind? Oké, ik ga weg. Nou ja, dat ga ik je even uitleggen. Dit is Guy. Guy is 4 jaartjes jong en is een absolute legend. En vandaag ben ik met hem op stap om een echte Casanova van hem te maken. Met als doel de ultieme dream date met mijn vriendin Nina Waring. Dit wordt geniaal. Guy, weet je wat we vandaag gaan doen? Ja. Wat gaan we vandaag doen? Weet niet. Jij kent Nina wel, toch? Ja. Is Nina jouw vriendinnetje? Nee. Ben je een beetje verliefd op Nina? Nee. Maar we gaan wel wat leuks doen vandaag. Ja. We gaan vandaag eventjes jouw vriendin Nina verrassen. Nee, nee. Nee, nee. Nee. Jawel. Jij wordt vandaag een romantische Guy. Nee. Jawel. Nee. We gaan bloemen kopen. Nee. We gaan spelletjes kopen. Nee. Gaan we een spelletje kopen? Bioscoop. We gaan naar de bioscoop. Ja. Ik weet niet of daar Nina daar tijd voor heeft. Je kan het wel vragen hoor. Hey Guy. Hey. Hey Guy wil jou wat vragen. Wil je naar de bioscoop gaan? Ja, tuurlijk wil ik met jou naar de bioscoop. Koop je ook wat moois voor mij nog? Ja. Doei. Doei, tot straks. Ja. Jullie hebben het gehoord, dames en heren. Guy heeft een vriendinnetje genaamd Nina. En Guy gaat even lekker met Nina naar de bioscoop vanavond. Nee, niet vanavond nu. Maar we moeten eerst even wat leuks kopen. Kan niet met lege handen aankomen, hè? Dat is regel 1 in de romantische wereld. We ook iets voor ons, iets leuks doen. Wat wil je doen dan? Wat? Vind je het leuk, liedje leuk? Melk die koeien, mijn zoon. Melk, ik vind Koema niet te ver. Koema lekker gewoon. Trap je camera. Deze, ik kom nog een keer bij jou in de clip. Wat zeg je? Ik kom nog een keer bij jou in de clip. Nou, is goed. Vind ik goed. Akkoord. Want ik zeg nee, nee, ik doe niet mee. Waar gaat dit heen? Ik ben het niet eens met deze shit. We gaan wat cadeautjes kopen voor Nina. We gaan Guy even omtoveren tot romanticus, want dat ben jij. En ook voor jou ook cadeautjes kopen. Deze man, dat wil dan, maar ik heb zo goed daar gedaan. Heb je hartstikke goed gedaan. Stel op mijn hoofd en ik spreek het. Het. Gaan we dit doen? Wat gaan we doen? Of nee, toch niet? Hey, Guy, pas op, joh. Hey, we gaan een bloemetje halen. Is dit zebrapad? Dit is ook een zebrapad. Wanneer lopen de zebra's hier? Nee, de zebra's lopen hier niet. Hier gaan we even een mooi bosje bloemen uitzoeken, ja? Vind je dat een goed idee? Vraag welke bloemen mogen. Dat je nou scheet? Dat je nou scheet? Je moet 1 bosje kiezen. Nee. Geef maar aan die meneer. Jij hebt je portemonnee. Jij hebt toch ook geld? Jij moet toch nee, betalen? Nee, ik heb geld. Dat is toch jouw vriendin? Je hebt wel een goede keuze. Hey, wat doe jij? Wat is dit? Een bloem. Een bloem? Wat gaan we nou nog meer doen? Ja, Oké, later. Zie je een plek? Ja, daar. Nee, maar we staan al op een plekje. Daar is een plek. Maar... Oké, ik ga weg. Oké, dan zie ik je later, hè? Kom lekker in je eentje. Jij moet mee. Mag ik mee? Ja. Dit is toch zwaarder dan gedacht, mensen. Ik had dit toch minder heftig verwacht. Wat gaan we kopen? Wat gaan we kopen? Allemaal leuke dingen voor mij. En voor? Nina. Kom maar naar huis, Calvin. Guy, nou heb ik voor jou een opdracht, ja? Ik geef jou gewoon een mandje. En dan mag jij er alles in stoppen wat je wil. Deze wil ik. Doe gauw aan. Kijk, deze wil ik ook. En deze? Ja. Deze, ik wil deze. Doe maar in je mandje. We moeten ook iets voor Nina kopen. Nee, ja, die hoef voor mij halen. Maar je hebt al een hele mand vol. Ik wil nog 1 ding. Nog 1 ding, oké? Okay? Oké, maar nu moeten we nog iets voor Nina kopen. Zullen we die meenemen? Ja. Leg maar een mandje. Hoppakee. Goed gedaan, jongen. Dit was hem. Guy, we hebben hier nog meer spullen, hè? Zelfs. Ga maar niet meer. Ja, yes, dank je. Jongen. Ook nog maar op. We zouden 1 cadeautje gaan halen voor Nina, maar inmiddels zijn het er ongeveer 12. Ja. Waarvan 11 voor Guy en 1 voor Nina. Gaan we even deze inpakken. Waarom mag ze dit niet zien? Omdat het een verrassing is. Ze mag hem wel zien, dus iets leuks. Waarom hebben we ons nou een schaar nodig? Oh ja, dat is een goeie, we hebben geen schaar. Nou, doen we wel even scheuren, ja? Zo, hij mag scheuren. Scheur hem maar af. Mooi, jongen. Goed zo. Ga hem plakken. Kan je dit eraf halen? Ja, zo ja.
Deze is niet goed. Nee, wat denk je zelf dan? Hé, hey, Guy, moet ik je even helpen anders? Ja. Die doen we zo. Stel jij maar op. Goed zo. Doe ik even onder. Goed ingepakt? Ja. Kun je de auto vinden? Kun je de auto vinden? Waar is de auto? Waar is de auto? Waar is de auto? Waar is de auto? Waar is de auto gebleven? Je bent serieus de auto kwijt. Even helemaal gedesoriënteerd. Is hij daar? Als hij nu de auto heeft gevonden, dan is hij gewoon, dan is hij legit beter dan ik. Heb je hem gevonden? Ik dacht heel even dat we de auto kwijt waren. Goed gevonden, G. Oké, ik word hier gewoon even volledig geskipt. Friends forever. Wat hebben we nou gekocht? Bloemen? Wat nog meer? Een horrorclown. Hij neer had daarmee laten schrikken. Ja, maar dan loop ik wel af. Denk, en als dan de deur dicht doet. Heb je nu de dorst? Nee. Ik wel. Wat ga je tegen Nina zeggen straks, met de bloemen? Geef ik hem en maak ik hem open voor haar. Nee, dan ga ik hem openmaken. Dan zeg ik, tada. Hé, hey, jouw feestje, hè? Dat is jouw date vanavond. Nou, je moet Nina even vertellen dat ze er mooi uitziet. Nee, ik ga het niet zeggen. Guy, voordat het zover is, moeten we nog even één ding voorbereiden. Ja? Klaar voor? Goed zo. Weet je wat mijn goed idee lijkt? Voor Nina tekeningen maken. Guy gaat een kunstwerk maken voor Nina, voor de date van straks. Het is over een half uurtje gaat het beginnen. Ja, dit is toch wel, ik vind het toch wel romantisch. Dit. Mag ik ook tekenen, ja? Daar moet je een huisje tekenen. Hier moet ik een huisje tekenen. Vaak mooi. Wordt mooi, hè? Kijk, daar moet je. Dit wil ik wel. Onze artistieke stijlen liggen niet echt per se in lijn met elkaar, moet ik eerlijk toegeven. Is de tekening klaar? Nee. Zullen we jou even netjes aandoen, want dit kan natuurlijk niet. Ja. Ja? Klaar voor? Ga je me omkleden. Ja! Jeetje, wat zie jij er knap uit, vriend. We gaan in de auto. Ben je klaar voor je date? Ja. We missen alleen nog één ding. Ja. Wat missen we? Allerbelangrijkste. Deze! Ja! We zijn er. Dan gaan we naar boven en dan gaan we naar Nina toe. Kom! Let's do this, Guy! Dit wordt wat. Ben je er klaar voor, maat? Ja. Top. Wow, wat heb je allemaal, Guy? Dankjewel! Jij een eng masker op! Hallo, grote vriend. Hey, Guy, wat heb je gemaakt voor Nina? Wat staat erop? Een horrorclown. Dierentuin. Dat is mooi. Dat is een mooie dierentuin. En deze bloem heb je zelf uitgezocht? Ja. Oh, moeten we die even in de vaas doen? Ja. Kijk, en dit zijn bessen. Guy, wat is het plan? Naar de disco. Nou, eerst gaan we... eten. Hey, gaan we lekker uit eten, ja? Lekker romantisch. Ja. 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 Moet je even met Nina een gesprekje aangaan? Nee. Nee? Die verveelt zich wel. Ik wil alleen maar Huts luisteren. Ik wil Huts. Vind je het niet leuk? Nee, ik wil Huts. Huts? We zijn er. Ben je er klaar voor? Ik geef geen woord. Hey, waarom niet? Oké, het is tijd voor het grote moment. Vergeet je masker niet. Veel plezier. Oh. Dankjewel. Ja, is goed ingepakt, hè? Heb jij die ingepakt, Guy? Ja, ik zal het. Guy, moet je even helpen anders? Ja. Goed ingepakt? Ja. Echt veel plakband, hè? Wat cool, zeg, Guy. Een eenhoorn, waar je in het water moet mee en dan gaat hij drijven. En je kan hem nog mee een spelletje spelen als iemand erop gaat slapen en iemand eraf duwt. Gaan wij dat in de zomer een keertje doen dan?
Dankjewel. Zo, hey. Oh, Guy. Hey, Guy. Wil jij een hamburger? Wil jij een hamburger met frietjes? Hey, ben je lekker aan het eten, man? Wel, hey. Is het geslaagd? Lekker. Maar Nina, vind jij het ook een geslaagde date? Ik vind het een hele geslaagde date. Ik vind het heel gezellig met jou, Guy. Vind je het ook gezellig met mij? Guy, en als je nou nog één ding mag zeggen tegen heel Nederland, wat zou dat dan zijn? Shit. Tot zover deze date. Het was super gezellig. Veel plezier met z'n tweeën. Abonneer op mijn kanaal, geef het 4000 op de volgende. Tot de volgende keer.